In Bladel hebben ze een ingrijpend besluit genomen. Het Piers-10-college sluit daar voor 2 weken de deuren. Op school zijn 48 leerlingen en 13 docenten besmet met corona. En om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden, worden de lessen die live waren weer vervangen voor digitaal onderwijs. Morgen dan zijn de laatste lessen nog op de middelbare school zelf en pas na de herfstvakantie gaat het Piers-10 weer open. Volgens de directie was het nodig. We moesten wel, ja, want als we zo door blijven gaan, ja, dan zijn er straks misschien nog meer leerlingen en nog meer collega's besmet. En het gaat uiteindelijk om de gezondheid hier in de regio. En wij vinden dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen om toch ervoor te zorgen dat we het virus enigszins onder controle gaan krijgen. Piers-10 College is een grote en belangrijke school in de streek. Bijna 2300 leerlingen zitten hier op school en er zijn ook nog eens 300 mensen aan personeel. En die leerlingen die komen uit de hele Kempen. Het Piers-10 College is een van de 2 grote scholen in deze regio. De andere is het Riet Hovius College in Eersel. En zowel op school als daarbuiten is er begrip voor het besluit van het Piers-10. Ik vind het een heel dapper besluit van het Piers-10 College. Om inderdaad de herfstvakantie eigenlijk met een week te verlengen. Hè, door een paar dagen ervoor en daarna online onderwijs aan te bieden. In de hoop dat een break van toch bijna 2 weken iets zal betekenen in de toename van besmetting, dat je daar een soort breaking kunt aanbrengen. Ik snap het wel, maar het is ook irritant. Ja, je krijgt toch het meeste leerstof mee als je op school zit. Veel zieken, weinig klassen voor de helft, maar ja, niet heel veel nut. Ja, het is toch een lastig besluit, omdat je ook gewoon school nodig hebt. Dus dan is het lastig besluit, gaan we voor corona of gaan we voor school? Ik denk dat ze wel op tijd gingen sluiten. Ja, waarom? Omdat ze gewoon eerst nog probeerden om zoveel mogelijk mensen op school te houden door mondkapjes te dragen. Maar dat lukte ook niet meer, dus daarom moesten ze school sluiten. Prima, hartstikke goed. Ja, echt super. Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kinderen? Nee, niet zozeer over de gezondheid van mijn kinderen, maar wel bijvoorbeeld voor mijn ouders of voor onszelf. Dus ik vind het een wijs besluit. Ja, Bradel lijkt wel, en Reuzel, hier deze streek, lijkt wel een brandhaard te zijn, hè, op het moment. Ja, ik denk dat, ik weet niet of ik er hard op mag zeggen, maar kermis. In Reuzel? Bladel. Allebei? Ja, precies. U denkt dat dat hier de oorzaak is? Ja, denk ik wel.